Mark, mag ik zeggen proficiat vandaag? Jazeker. Als je in de 86e minuut 1-0 achterkomt, 87e minuut, en je scoort nog de 1-1, dan is dat zeker een mentale opsteker voor het team. Ja, toen ik de wedstrijd aan het opnemen was, dacht ik bij 0-0. Dat zal mijn eerste vraag zijn aan de trainer. Was het een terechte 0-0 vandaag? Uiteindelijk 1-0 achter, 1-1 nog, door een mooie actie. Ja, toch 10 punten naar de winterstop gehaald. Het gaat lekker. Ja, in zoverre als je 10 punten haalt in 6 wedstrijden, dan doe je het gewoon goed. En als je dat doortrekt, dan blijven we in ieder geval bij de onderste 2 plekken weg. En het streven is om als 15e te eindigen. Als 15e. Goed, ja, vorige week tegen HBS, daar was ik ook bij in de stromende regen. 14e. Ja, ja. 14e, oké. Okay. Goed, vorige week tegen HBS in de stromende regen was ook een lekkere wedstrijd. Ik heb het idee dat de jongens er steeds beter in zitten op dit moment. Klopt dat? Het gaat een stukje beter. Alleen als we even naar de wedstrijd van vandaag kijken, dan doen we de eerste helft denk ik vrij behoorlijk. Voetballen aardig mee. In de tweede helft hebben we te weinig gevoetbald, waardoor we steeds verder achteruit liepen. Linies werden groter, waarin zij met heel veel kwaliteit toch iets meer gebruik van maakten. En met hang en wurg hield het op 1-1. 1-1. Nou, in ieder geval mooi resultaat weer. Succes verder en we zien elkaar. Dankjewel.